We zijn op het Valhalla van de motorfietsen, TT-circuit in Assen. Maar bij ons draait het vandaag absoluut niet om de snelheid. Het draait om secuur rijden, veiligheid. Het draait om de TVM Awards en het NK Veiligste Chauffeur van Nederland. Martijn, wat een competitie. Ja, ik zie al een heel parcours achter me en ik vind het heel mooi om het hier in competitieverband terug te laten komen. Normaal gesproken doen we dat, ik ben ook vrachtwagenchauffeur, in de stad op krappe laaddokkies achteruit te manoeuvreren. En hier kan je dus gejureerd echt kijken of je echt serieus goed bent. Ja, en dan moet je ook zorgen dat je alles op de juiste wijze controleert. Het is meer dan alleen gas erop en rijden. Ja, precies. Maar ook met je spiegelafstellingen. Ik zag al een hoge cabine, een laag cabine. Dat is natuurlijk ook helemaal anders met hoe je zit. Dus ja, het is ook goed dat ik niet meedoe, hoor. Nee. Nee, dat is niet zo. Nee. Deze jongens die hier bezig zijn, heb ik al gezien, zijn serieus goed. Voor TVM is dit NK Veiligste Chauffeur een uithangbord voor de sector, de chauffeurs en het streven van de verzekeringsmaatschappij naar meer veiligheid op de weg. Hoe belangrijk is het om via de TVM Awards al deze mensen een podium te geven? Dat is ongelooflijk belangrijk. Transport is als gas, water en licht. Als er geen transport is, staan we allemaal stil. En deze mensen die dit doen, die zorgen ervoor dat wij alle dagen eten hebben, drinken hebben, medicijnen hebben. En die staan eigenlijk veel te weinig in de spotlight. En dat wij dat één dag per jaar mogen doen en ook aandacht mogen vragen voor veiligheid, ben ik wel heel blij mee. Ik heb aan het begin van deze dag gezegd, het feit dat jullie, want er zijn heel veel beroepschauffeurs, nog steeds te weinig overigens, maar het feit dat jullie hier staan, 20 van deze finalisten, daar mogen ze al trots op zijn natuurlijk. Ik bedoel, ik kom uit sport, jij ook, wij weten allemaal, tel maar één plaats, dat is de eerste. Maar ik vind wel dat ze terecht trots mogen zijn op het feit dat ze hier überhaupt al staan. Iedereen zou ook dus één dag per jaar op een vrachtwagen moeten rijden om het te ervaren. Ja. Hoe is het met jouw vrachtwagenambities? Ja, ik had grote ambities vorig jaar. Ik heb mijn eerste les gehad en ik ben me kapot geschrokken. Ik ben zelf een totaal andere autorijder geworden en een andere fietser sinds ik op die wagen heb gezeten. Dat bewustwordingsproces, dat mogen we wel aanjagen. Want iedereen is in het verkeer best wel redelijk individueel met zichzelf bezig. Terwijl je het met elkaar veilig moet maken. Voormalig voetbalscheidsrechter Björn Kuipers is de gastspreker van de dag en deelt de mening van Michel Verwoest. We moeten gewoon wat geduldiger zijn. Ik werk in Zwitserland bij de UEFA inmiddels. En ik merk gewoon dat daar in Zwitserland weet je, veel rustiger gereden wordt, veel meer respect is voor elkaar. Hier is het allemaal zo gehaast, er is er zoveel druk op de ketel. Laten we eens gewoon wat rustiger zijn en wat liever voor elkaar zijn. Maar ook zouden we wat meer scheidsrechters moeten hebben die op die weg gewoon de controle houden. Als mensen zeg maar niet de controle kunnen houden. En weet je, ze zouden eigenlijk gewoon een gele kaart moeten krijgen voor overtredingen die ze doen, hebben we ook. Hè? We hebben boetes. Hè? Ja. Er zijn gewoon veel te weinig controles wat dat betreft. En verkeersveiligheid is volgens mij superbelangrijk. Ik heb ook groot respect voor die vrachtwagenchauffeurs. Want het is heel iets anders dan dat je in een auto rijdt, dan dat je op zo'n vrachtwagen zit en alle kanten in de gaten moet houden. Dan moet je als autochauffeur natuurlijk ook. Maar als vrachtwagenchauffeur met zo'n grote truck, ik heb er wel respect voor. De eerste oefeningen op de finale dag bepalen wie er door mag naar de grote finale later vandaag. Ze zijn moeilijk en vragen het uiterste van de chauffeurs. Als ik niet beter zou weten, dan zeg ik, oh, simpel bochtje achteruit. Ja, maar dat valt toch tegen. Enorm. Hij is scherper, omdat hij bijna haaks is, is het gewoon heel erg lastig om hem in één keer te kunnen nemen. Dus dat betekent dat je valt vaker heen en weer zou moeten steken. En dan zie ik ook nog daar iets met hoogte. Een goede chauffeur observeert zijn situatie en dan ziet hij daar een hoogtebegrenzer. En om geen risico te nemen is het het beste om op dit geval de luchtvering gelijk naar beneden te zetten. En als je gaat gokken, dan moet je later weer uitstappen en vervolgens je luchtvering weer laten zakken. Het gaat over je blinde kant, dus je hebt geen direct zicht. Je moet alles op je spiegels doen. En dan is het ook nog krap bij je trekker. Dus je moet aan alle kanten ogen hebben, je moet heel goed opletten. Daar zit water in. Waarom hebben we water achterin staan? Nou, het is met name om te kijken of de chauffeur zijn voertuig goed beheerst. Normaal rijdt hij natuurlijk met lading. Het kan ook best lading zijn die kwetsbaar is. En dan gaan we kijken hoe dat ze daarmee om kunnen gaan. Dat doen we door middel van een bak water. Hij begint met een volle bak. En aan het einde van de proef gaan we kijken hoe dat er nog in zit. Niet alle oefeningen hebben te maken met rijvaardigheid of behendigheid. Ook het handelen van de chauffeur in een noodsituatie wordt getest. De ene chauffeur die blijft heel rustig en die weet precies wat hij moet doen. Hij zet keurig netjes zijn vrachtwagen op de handrem, keurig netjes de knipperlichten aan enzovoort. En de ander die is heel zenuwachtig en die weet eigenlijk niet wat hij moet doen. Dat is net als in het echt. Met elke mens is daarin heel anders.
De TVM Awards bestaat naast het NK Veiligste Chauffeur uit 6 andere awards. De winnaars van deze prijzen werden vandaag bekendgemaakt. De ridder van de weg is dit jaar Kevin van der Velde, die met zijn truck de plaats van een ongeval veilig stelde om erger te voorkomen. Ik zag ver in de verte een auto de vangrail in gaan in de middenberm. En ik zag ook dat mensen niet afremden en gewoon door bleven rijden. En dat was voor mij eigenlijk het idee van ik schuif een baan op en ik zet de auto over het was met de zwaailichten aan. En een beetje een buffer creëren voor de mensen die eerste hulp verlenen. Ik hoop dat het mensen aanspoort om elkaar meer te helpen op de weg. De award voor veilig transport ging naar Schenk Tanktransport. Ja, dat is een echte eer. Dat is erkenning voor veel jaar werk. Dat is erkenning voor wat we elke dag doen. En het is gewoon een erkenning voor al mijn collega's die het ook onderweg op de weg doen. Transportonderneming Cornelis uit Nijmegen won de TVM Award Prestatie in de Sector. We zijn hartstikke blij met winnen van deze award. Wij zijn sowieso hartstikke trots op onze vrouwen die bij ons 24-7 klaarstaan voor de winkeldistributie in geheel Nederland. Maar we zijn natuurlijk niet alleen maar trots op onze vrouwen, maar op al onze chauffeurs en andere medewerkers die een supermooi bedrijf van aan het maken zijn. Reizer Transport won de MVO Award omdat het kansarme jongeren met maatwerk een plek op de arbeidsmarkt biedt. Dat heet Special Forces, speciale krachten. Het zijn speciale mensen met speciale gaven en speciale mogelijkheden. En daar hebben we bijvoorbeeld bakfietstrajecten voor in het leven geroepen. Transportonderneming Kiefiets Drunen uit Waalwijk won de TVM Award Duurzaamheid. Duurzaamheid is niet alleen maar zonne-energie opwekken of met een elektrische truck rijden of met LNG rijden. Maar met name ook bij ons, wat telt, is het personeel. Medewerkers worden steeds schaarser. Dan moet je heel erg goed mee bezig zijn dat ze gewaardeerd worden. En dat proberen wij door ze heel veel persoonlijke aandacht te geven. De TVM Award Innovatie tenslotte, die ging dit jaar naar transportonderneming Van Stralen de Vries Distributie uit Zwaagdijk. Natuurlijk een enorme boost voor alle medewerkers die zich daar dagelijks mee bezighouden. En natuurlijk ook onze partners die ons daarbij helpen. Dus trots en een boost voor de toekomst. Al die voorrondes in het land, op al die verschillende locaties. Dan komen de finalisten hier naartoe en dan blijven er uiteindelijk 3 over die gaan strijden om de titel. Hoe moeten die mensen zich voelen, Martijn? Ja, dat is spannend natuurlijk, maar ook een eer dat je daarin de 3 bent die hier zijn kunstje mag doen. De finale bestaat uit 3 oefeningen die allemaal nog weer een tikje moeilijker zijn gemaakt dan de rondes hiervoor. Daarnaast zijn er een aantal verrassingen ingebouwd waar de chauffeurs goed op moeten reageren. De meneer met de rollator staat al klaar. De chauffeur heeft niks in de gaten tot nu toe. Ja, hij is scherp hoor. Ik vond het wel mooi om te zien dat die oude man achterlangs zit, dus ze moeten echt even oplettend zijn. En dan komt natuurlijk eventjes de service van de chauffeur naar boven. Dus naar buiten gaan, eventjes meehelpen. Want ja, je weet niet waar dat hij blijft. Dus je kan beter zorgen dat hij veilig aan de kant is. En net zoals in het normale leven. Ja, je kan wel kwaad worden en gek doen. En nee, gewoon rustig blijven, langzaam rijden. Dus ja, begrip opbrengen. Nooit in de stress. En je kan beter 10 keer uitstappen als 1 keer iets op bonken rijden. Na een bloedstollende finale mag Jelmer Stoker zich een jaar lang Nederlands kampioen veiligste chauffeur noemen. Ja, alle spanning van de hele dag komt nou los. De hele dag natuurlijk vol concentratie en volledige focus. Ja, dan komt er toch wel wat los. En blijkbaar heeft die focus geholpen, want nu mag het eruit komen. Je hebt gewonnen, vader gefeliciteerd. Ja, precies. Dankjewel. Dit was hem weer, Nederlands kampioenschap, veiligste chauffeur. Jelmer was de winnaar, terechte winnaar. Het was een prachtige dag.